Bij die zeilboot moet je kijken. Ja. Hoe is het in Frankrijk, Simone? Ik ben een beetje moe. Beetje moe? Hoe kan je nou moe zijn? Al die Fransen natuurlijk. Ja. Knappe jongens. Ja. Maar we zelf reizen. Maar die zelf reizen, oh ja. 'S Nachts werken, hè? We zijn op weg naar Calais. Oh, zijn we weg naar Calais? En wat is er in Calais? Nieuwe haven. Oh, nieuwe haven. Andere haven. Maquette, schok ik, voor zijn vis. Nieuwe uitdaging. Oh ja. We waren net bruine, Franse bruinvis. Dolfijn. Oh, dolfijn. Nee, het was een bruinvis. Vissen. Een bruine dolfijn. Ja. Dat was wat anders, mama. Simone is een beetje misselijk, mama. Ze kan een beetje moe. Moet hij daar nog leren, geloof ik? Zit er nu op zo'n lijntje? Er ligt ernaast hoor. Prinses op de Ed. De groene semafoor om naar binnen te varen. Komt net een boot aan. Hoi jongen. Hallo. Ja, dat kan haast nog. Goed wel. Franse orchidee bij Calais. En dan puntjes op. Ken ik niet, haartjes heeft hij. Iedereen vrij heeft. Zelfs als ik hier op mijn bootje zit, word ik een beetje gestoord door deze meneer. Beton storten. Oh ja, je zit een boekje te lezen. Dat is niet duidelijk wat ik lees. Oh ja, het is dat boek natuurlijk. Ik zit lekker in leeg van mijn bootje. Doe ik het dok voor. Het gaat in één keer anders. Waar moet ik? Nou, op zo'n gaatje? Nee. Heb je wat te vertellen? Niks te vertellen?